Beste mensen, in 1904 won de Engelsman Thomas Higgs de Olympische marathon in St. Louis. Na de finish stortte hij in elkaar. Hij moest per brancard worden afgevoerd. Pas de volgende dag werd hij wakker om alsnog zijn prijs in ontvangst te nemen. Higgs rende de marathon niet helemaal op eigen kracht. Onderweg had hij een shot cognac met strychnine gekregen. Levensgevaarlijk bleek later. Was de dosis iets hoger geweest, dan had hij zijn medaille waarschijnlijk nooit in ontvangst kunnen nemen. Dit was een van de eerste en is nog steeds een van de bekendste gevallen van gebruik van doping in de geschiedenis. De lijst daarna is lang. Wielrennen, voetbal, atletiek, biljart, paardensport, honkbal. Elke sport heeft de gevolgen van dopinggebruik gevoeld. Het is nu 2016. Doping lijkt niet weg te slaan uit onze sport. Nog steeds worden sporters verleid om middelen te gebruiken om net even iets harder, hoger, verder of sneller te gaan. Gelukkig is er wel één groot verschil met een aantal jaar geleden. En dat verschil is de gezamenlijke en sportbrede wil en inzet om doping uit te bannen. Het bewustzijn dat we samenwerken voor een schone sport. Om te zorgen dat doping de sport niet kan verpesten. En dat sporters beschermd worden tegen de schadelijke gevolgen. De Wielerunie heeft het project Koersen op een schone sport afgerond. En nu hebben de KNVB, de Atletiekunie, de Biljartbond en Fitvak zich aangesloten voor de volgende stap. Ik ben blij dat hier vandaag het project Samen voor een schone sport wordt gelanceerd. En dat ik hier een kleine bijdrage aan kan leveren. Het tegengaan van doping vraagt om inzet van ons allemaal. Vraagt u zichzelf vooral ook af, wat kan ik doen voor een schone sport?